Kunstmatige intelligentie, AI, gaat enorm helpen bij het managen van ons energiesysteem. Steeds meer van onze energie komt van duurzame bronnen, zoals zon en wind. Maar het waait niet altijd en de zon die levert in de winter veel minder op dan in de zomer. Maar we willen natuurlijk wel dat er altijd stroom beschikbaar is. Stel ik werk thuis en ik wil een was doen. Met behulp van AI zou mijn wasmachine kunnen weten dat er een wolkenveld aankomt en dat het efficiënter is om te wachten met die was tot na dat wolkenveld. Hetzelfde geldt voor je elektrische auto. Als je aangeeft dat je de volgende dag om 7 uur weg wil, dan kan AI je helpen om op het juiste moment te laden, bijvoorbeeld als er heel veel groene stroom beschikbaar is. Stel dat in de toekomst iedereen in de wijk een elektrische auto heeft en af en toe thuis overdag wil wassen. Dat moet allemaal op elkaar en op de capaciteit in het netwerk worden afgestemd. Dat zijn zoveel variabelen, daar kan geen mens goed overzicht over houden. En AI wel.